Zeeuwse brandweermannen maken zich zorgen. Het is woensdag 3 september. Dit is Zeeland Nu. Brandweer moet het met minder mensen gaan doen. Koningin Maxima in Middelburg voor jubilerend college. En Slabber Janne, waar komt het vandaan? Dag dames en heren, onrust binnen het Zeeuwse brandweerkorps. Vanwege bezuinigingen staan er banen op de tocht en mogelijk betekent dat ook het einde van enkele kazernes. Het staat allemaal in plannen van de veiligheidsregio. Brandweermannen maken zich ondertussen zorgen over de veiligheid. De brandweer in Zeeland moet de veiligheid voor de burgers verbeteren. Die opdracht heeft het ministerie van Veiligheid meegegeven aan de veiligheidsregio Zeeland, waar de regionale brandweer onder valt. De korpsen moeten efficiënter werken en er moet worden bezuinigd. Dat gaat ten koste van arbeidsplaatsen. Ook wordt onderzocht of spuitauto's anders bemand kunnen worden. Het is al jarenlang in ontwikkeling en heel veel regio's hebben die ook al geïntroduceerd. We hebben zelf een pilot lopen en dat is een tankautospuit waar je dus maar met 4 in plaats van met 6 mensen. Maar die wordt zo uitgerust dat je bijna toch de slagkracht hebt van 6 mensen. Door bijvoorbeeld een automatische pomp bediende, dus dan hoef je daar niet meer iemand te hebben staan, maar het gaat automatisch. Brandweerlieden maken zich de meeste zorgen over de mogelijke sluiting van kazernes. Ze noemen Zuiddorpen en Domburg als voorbeeld. Nou, wat we hebben gedaan is met elkaar de uitgangspunten gedefinieerd voor die Zeeuwse maat. Als je die uitgangspunten dan toetst, wat betekent dat dan voor het huidige plaatje? Dan betekent dat inderdaad dat er een aantal posten zouden kunnen sluiten. Of er posten gaan sluiten, laat de veiligheidsregio afhangen van overleg met de achterban. De brandweer wordt wel voorbereid op mogelijke sluitingen. Want dat er pijnlijke beslissingen moeten worden genomen, is wel duidelijk. Daar, als het toch pijnlijke besluiten zijn, dan gaan wij wel kijken voor die mensen waar bijvoorbeeld misschien eventueel een post zou sluiten, hoe wij die mensen nog wel kunnen behouden en inzetten door ze bijvoorbeeld kazernediensten te laten draaien op een andere kazerne of op een andere manier betrokken houden bij het korps, als ze dat tenminste willen. De burgemeesters van de Zeeuwse gemeente stemmen op 25 september over de voorstellen. Daarna is het woord nog aan de ondernemingsraden en de gemeenteraden. Koningin Maxima heeft in Middelburg het Centrum voor Excellent Onderwijs geopend. Het is onderdeel van de University College Roosevelt dat 10 jaar bestaat. Zo'n 150 mensen waren erbij op de markt in Middelburg om haar te ontvangen. Het is even voor 11:30 als de koningin aankomt bij het University College Roosevelt. En ze lijkt er zin in te hebben. Meneer, u heeft een cadeautje bij voor de koningin. Ja, dat klopt. Mag ik heel brutaal vragen wat erin zit? Ja, bonbons. Lekkere bonbons. Advocaat zit erin, dus ik denk dat ze het lekker zou vinden. Koningin Maxima is speciaal naar Middelburg gekomen om het nieuwe Centrum voor Excellent Onderwijs te openen. En die opening deed ze samen met student Armand, scholieren Lotte en de 11-jarige basisschoolleerlingen Tamar. Your Majesty Queen Maxima, can I ask you to come forward to and place your hand above the button? Het voelde wel een beetje spanning. We moesten eigenlijk boven de knop eerst hangen. En dan als die vrouw aftelde van 3 tot 0, mochten we de knop indrukken. 3, 2, 1. En toen kwam de hand van koningin Maxima, die raakte het jou, hè? Ja, dat klopt. Hoe voelde dat? Gewoon normaal eigenlijk. Ja, toch normaal? Het is een koningin. Ja, maar het is wel een normale mens, een vrouw. Het Centrum voor Excellent Onderwijs is bedoeld om Zeeland op de kaart te zetten als provincie waar je terecht kunt voor het best mogelijke onderwijs. Rond de klok van 12:00 ging koningin Maxima weer terug naar huis. Maar niet nadat ze nog even uit de auto was gestapt om nog een bosje bloemen in ontvangst te nemen. Voor de man met de doosje bonbons liep het slechter af. De koningin had niet in de gaten dat hij iets lekkers voor haar had meegebracht. Maar vindt u de koningin nog wel aardig? Ja, nog steeds. Perfect. Dus de volgende keer probeer ik het gewoon weer opnieuw. Ze kan niet stuk, hè? Nee, zeker niet. Het meldpunt Geen 112 van Omroep Zeeland heeft in 2 weken tijd 70 meldingen ontvangen over slechte bereikbaarheid van mobiele telefoons.
De meldingen komen vanuit bijna heel de provincie. Van Breskens tot Zierikzee en van Rilland tot Oostkapelle. En ook in Cats is er nauwelijks bereik bij verschillende providers. Bij een binnenbrand daar lukte het niet om 112 met de mobiele telefoon te bellen en moest een vaste telefoonlijn uitkomst bieden. Volgens het agentschap Telecom is er in grens- en landelijke gebieden geen 100% garantie te geven over mobiele dekking. De organisatie raadt mensen dan ook aan om de vaste telefoon niet te snel weg te doen. Ja, de stemming gaat vandaag ook over de bereikbaarheid met de telefoon. U kunt reageren op de volgende stelling. Ik heb thuis een vaste telefoonlijn. Ja, zegt 85% van de stemmers. De overige stemmers heeft geen vaste telefoonlijn. Zeeland Seaports onderzoekt of er samengewerkt kan worden met andere havens, zoals de havens van Gent, Zeebrugge en die in Rotterdam. Alle opties worden meegenomen in het onderzoek, ook fusies. Het havenbedrijf wil weten of het slim is om te gaan samenwerken of dat ze beter zelfstandig verder kunnen gaan om internationaal een rol van betekenis te kunnen blijven spelen. Waterschap Scheldestromen is bereid om te zoeken naar een oplossing voor de hoogspanningsmasten bij Krabbedijken. De gemeenteraad van Rijmerswaal heeft gisteravond een motie aangenomen waarin ze protesteert tegen de plaatsing van nieuwe masten bij het dorp. Ze zouden zorgen voor gezondheidsklachten en inwoners van het dorp zijn bezorgd. Samen met netbeheerder Tennet wordt gekeken of de masten ergens anders kunnen worden geplaatst. De ANWB roept mensen op onveilige provinciale wegen bij de organisatie te melden. Met de meldingen wil de verkeersorganisatie naar de provincie stappen, zodat de veiligheid op de betreffende wegen kan worden aangepakt. Volgens de ANWB vallen er nog te veel verkeersslachtoffers op provinciale wegen en moet de veiligheid worden verbeterd. De Zwintriathlon in Sluis is ook dit jaar van start gegaan met een vol deelnemersveld. Binnen 10 minuten waren alle startbewijzen voor de wedstrijd van vanmiddag uitverkocht. De 65-jarige atlete Therese van Laren uit Sluis deed aan alle vorige edities mee, maar na een ernstig ongeval stond ze vanmiddag noodgedwongen aan de kant. 1100 deelnemers meer kunnen er aan de Zwintriathlon tussen Sluis en Knokken niet meedoen. 1 kilometer zwemmen in de Damse Vaart, 45 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. Therese van Laren uit Sluis was er alle 15 voorgaande jaren bij. In juni werd ze tijdens een training door een auto geschept. Ik heb daar een V-voudige bekkenbreuk en 2 breuken in mijn schouderblad aan overgehouden. Plus links en rechts nog wat kleinigheden. Therese van Laren is inmiddels een bekende verschijning bij nationale en internationale wedstrijden. Maar voorlopig zal ze rustig aan moeten doen. Af en toe voorzichtig wat trainen misschien. Meer dan langs de kant staan tijdens deze 16e Zwintriathlon in haar woonplaats zit er niet in. Als ik dat voor mijn ongeluk geweten had, dan had ik dat niet zo kunnen waarderen. Maar na wat ik allemaal meegemaakt heb, ben ik zeer tevreden dat ik hier in deze conditie sta. Want het herstel gaat weliswaar langzaam, maar gestaag. En de omstandigheden in Sluis maken veel goed. De sfeer die is wel zo prachtig. Ik ben al overal over de wereld naar triathlons geweest, maar ik vind het hier toch wel bijzonder. Het zal natuurlijk wel zijn omdat dit mijn thuiswedstrijd is. Maar het is gewoon een feest om op welke manier dan ook hierbij te kunnen zijn. Volgend jaar wil Therese van Laren een besluit nemen of ze ook in de toekomst aan triathlons kan blijven deelnemen. 2 jaar lang liep hij door het land om erachter te komen hoe sociaal we nog zijn in Nederland. Jan Schuurman Hess uit Cats. Hij hoorde tientallen verhalen die hem inspireerden voor het boek Voettocht naar het hart van het land. Een boek met een boodschap. Wat bezielt iemand om 2 jaar lang door Nederland te trekken? Nou, dat heeft te maken met wat er allemaal in het land aan de hand is. In 2010... kwam een nieuw kabinet, CDA, Partij van de Arbeid. Maar er was een enorme ontwikkeling in de samenleving aan de hand. Alles gaat zo snel met het internet. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Maar wat veel erger was, is dat de mensen boos waren op de overheid, op instellingen en vooral op de Partij van de Arbeid. En daar ben ik lid van. En ik dacht, die partij heeft een enorme bestuurlijke ervaring en inzet. Maar wat is nou de relatie met de gewone mensen, met de verhalen van de gewone mensen? En ik wilde weten wat er speelde. Ik wilde weten van de mensen
wat er aan de hand was. En ik dacht, dan maar te voet. Al die verhalen die ik heb opgetekend, en dat zijn er ruim 200 geweest, van alle gewone mensen, alle verdriet, alle ergernissen, alle dromen en oplossingen, die heb ik in een boek kunnen samenvatten. En bovendien heb ik daar een verband in kunnen schrijven. Dus ja, ik ben ongelooflijk blij met het feit dat ik die voettocht heb kunnen maken en dat het boek er is. Want nu worden die stemmen gehoord. U heeft 2 jaar lang heeft u gewandeld. Ja. Zullen we nog een stukje? Ja, doen we. Wat ik me nu constant afvraag, is waar komt die sociale bewogenheid bij Jan Schuurman Hes nou vandaan? Ja, het komt uit mijn jeugd. In mijn puberteit ervaarde ik opeens een groot onrecht. Ons gezin viel uit elkaar. En van de ene op de andere dag veranderde de houding van de mensen ten opzichte van ons en ten opzichte van mijn moeder. En ja, was het een kwestie van overleven. Ja, dat heeft me erg geraakt. Dat mensen pijn. Je van de ene moment op de andere je de rug toedraaien. Uitsluiten. Je tocht zit erop. Ja. Betekent dat nu dat de schoenen de kast in kunnen? Nou, die hebben al een jaar in de kast gestaan om een boek te schrijven. Maar ik ga wel weer verder met nieuwe avonturen. Dus je blijft wandelen? Ik blijf wandelen, ik blijf op zoek, ja. Als ik van mijn uitgever mag doorschrijven, en dat hoop ik zeer, dan ga ik dat doen. Slabbere Janne. Als u dat wat zegt, dan komt u waarschijnlijk van Walcheren. Het is een ruilspel dat vooral daar populair is. Maar waar komt het Slabber Janne vandaan? Vandaag het antwoord. Waar komt het Slabber Janne vandaan? Op weg naar de deskundige. Ik ben Ellie Blaas. Ik heb een winkel in Meliskerken. Daar verkoop ik al jaren Slabber Jan. En ja, wij spelen dat al in de familie sinds ik klein ben. Dus ik weet er wel wat van te vertellen, denk ik. Dus u weet het antwoord op die vraag? Daar hebben we een tafel bij nodig. Laten we de deskundige vooral niet uit het oog verliezen. Nou, Slabber Jan, dat is een ruilspel wat we heel vaak rond de jaarwisseling en de kerst hier op Walcheren spelen. Waar Slabber Janne vandaan komt, weten we niet goed. Het wordt gespeeld ook varianten ervan in Italië, Duitsland en de Scandinavische landen. In Noorwegen noemen ze het Slabber Jen. En hier zeggen ze wel eens van dat komt van de Westkappelaar Jan Slabber vandaan. Slabber Jan is een ruilspel wat je met 2 personen kan spelen, of 42, of ergens ertussenin is het leukste van al. En door middel van ruilen van je blokjes kun je je positie in het spel verbeteren en zorgen dat je je centen in je eigen zak houdt en niet in de pot. Dat is duidelijk. Maar waarom hoort het bij het Zeeuws DNA? Eigenlijk omdat het hier op Walcheren heel erg bekend is. Daar wordt het ook veel gespeeld nog. In de rest van Zeeland is dat minder bekend. En in de rest van Nederland kennen ze het eigenlijk niet. Kiek, weer een stukje Zeeuws DNA ontrafeld. En tot zover het nieuws. Meer online via onze website en volg ons ook op Twitter. Fijne avond nog. Dag.